Het is vandaag woensdag 16 oktober. We staan hier in dorpshuis van Hattemerbroek, de bouwakker. En vanavond is er een informatieavond over het windmolenpark te Hattemerbroek. Ik zal even aanwijzen waar het gepland staat. Dat is bij deze rode streep. Dat is buiten Hattemerbroek, bij de Kolk, bij de N50 en de A28. Ik zie dat de wethouder Zandbergen met de meneer in discussie is. Het lijkt me goed om er even heen te gaan. Gaat u met me mee, dan gaan we eens even horen wat zij elkaar te vertellen hebben. Douwe, het is trotdoor van iedereen. Vertel het nog eens. Ik ben het niet eens met het windmolengedoe, want we zijn aan de verkeerde kant bezig. We moeten eigenlijk voor alle burgers moeten we het feit hebben dat je gaat naar wat kost een KWH. Wat kost dat mij in de portemonnee? En de hele windmolengebeuren drijft alleen maar op subsidies. En die heb ik al betaald. Dus ik betaal aan een windmolen en daarna mag ik nog duurdere energie gaan betalen. Dus ik ben erop tegen, omdat het hele concept van een windmolen 17e eeuws is. Dat is wel heel erg lang geleden, 17e eeuws. Want wind, het is duurzaam, maar daar ook toen. Je kan veel beter die miljarden besteden aan nieuwe ontwikkelingen. Want uiteindelijk moet je wel groen worden. Dat ben ik helemaal met iedereen eens. Maar je moet dat niet met wind doen. Doe het dan met water. Want dat is een vaste energie. Die heeft het honderdvoudige van wind. Als er geen wind staat, moeten de gascentrales eraan. Nou, laat ze dan gelijk draaien. En ga die windmolens er niet neerzetten. Nou, enzovoort, enzovoort, enzovoort. Dus daarom ben ik absoluut tegen windmolens. Maar als je dan zo die hele presentatie hoort, dan denk ik van ja, dan zit je eigenlijk op te vreten. Ja, dat heb je gehoord. Ja. Ja, want ik word gek gehouden. Ik word op een vriendelijke wijze het bos ingestuurd. Hier. Nou, dan ga ik dat. Hoe voel ik zo? Zit in die branche namelijk. Oh ja, dan maakt het natuurlijk wel heel wat anders, hè? Ik ben sowieso al niet helemaal neutraal. En ik ben zeer kritisch ten opzichte van windmolens nou eenmaal. Wordt hij met de rit in het bos gestuurd, wethouder Zandbergen? Nee, natuurlijk helemaal niet. Maar waar meneer Visser het over heeft, daar hebben wij het vanavond helemaal niet over. De discussie die hij wil voeren en voert, moet hij niet met ons voeren, maar met de landelijke overheid. En, want de landelijke overheid heeft bepaald dat er zoveel windmolensturbines moeten komen. Heeft afspraken gemaakt met Gelderland. Gelderland maakt het weer met de gemeenten. En wij voeren niet de discussie over nut en noodzaak van windenergie. Hebben wij het niet over. We hebben ook als gemeente Oldebroek al lange tijd geleden besloten, ook hier kunnen een aantal windmolens komen. En wij praten met elkaar over de procedure die we volgen, om te onderzoeken, vooral ook dat is de volgende stap. Kan het in Oldebroek, in Hattemerbroek moet ik zeggen, kan het achter de Noorderhoek, op de locatie die wij hebben voorzien. En we gaan onderzoeken welke effecten dat heeft voor het milieu, voor de gezondheid, voor mensen. En als dat onderzoek gedaan is, dan gaan we het besluit nemen van gaan we het bestemmingsplan opstellen. En als het bestemmingsplan is opgesteld, dan uiteindelijk moeten we nog een keer vastgesteld worden door de gemeenteraad. Zijn we ruim een jaar verder. Maar we hebben het niet over de discussie die meneer Visser wil voeren. En die vind ik een nuttige discussie, maar niet hier. Ja, nou, ik wil toch nog even iets toevoegen. Want de bovenliggende vraag moet altijd zijn, wat betaal ik voor mijn kW? Voor mijn elektriciteit? Ja, maar die wordt door iemand anders vastgesteld. Nee, dat is te simpel. Die wordt vastgesteld door het kostenpatroon van de energiedrager. Hoe maak je die stroom? En als je hier een molen zet, elektriciteit kan je nog niet opslaan. Dus dan moet je altijd ergens naartoe transporteren. Dus per definitie is het duur. Dus als je hem hier langs de weg zet, dan moet je gelijk zeggen, waar gaan de kabels naartoe? Waar kan ik in mijn net komen? Enzovoort. Er wordt dus een discussie gehouden door mensen die het focus op milieu, afspraken en zo hebben we het nu eenmaal. Maar dat is niet de realiteit. De realiteit komt pas over 10 jaar. Want zeggen ze, ja, het rendement is tegengevallen. Ja, de investering is toch te hoog geworden. We moeten de energieprijs weer verhogen. En wie betaalt het dan? Wij. En daarom bemoei ik me er nu al tegen, om zo te zeggen. Ja, maar moet je niet in Hattemerbroek zijn, dan moet je in Den Haag zijn. Ja, maar ik ben nu hier. Ja. Ik ben nu hier om eens te horen wat erover gezegd wordt. Ja, en dat maakt mij bevreesd dat we met z'n allen de verkeerde kant in gaan. Met andere woorden, op een goedmoedige wijze het bos ingestuurd worden. Wij zijn op een weg bezig die Den Haag heeft uitgestippeld. En u heeft daar een mening over, misschien wel een hele goede. Maar ik raad u echt aan, voer de discussie daar, want het heeft hier voor u geen nut.
Nee, maar ik heb net al tegen meneer gezegd, ik ben niet neutraal. Want ik zit in deze business, alleen aan de industriekant. En er wordt onder elke penny wordt er gerekend of het wel investeerbaar is en wat we ervoor terugkrijgen. En dan hoor ik hier zo'n heel vrijheid-blijheid verhaal. Studie, milieu, vogels enzovoort. Het gaat om geld gewoon. Ja, en je mag instappen voor €500 minimaal per jaar. En dan ben je ook deelgenoot van die woning. Ja, ik woon inderdaad in die buurt ongeveer. Maar die 500 heb ik al lang betaald aan een hogere KW-prijs. Ja, dat was een ander verhaal. Ja, dus dat bedoel ik dus. En daarom voel ik me toch een beetje het bos ingestuurd. Ja, ik denk dat de discussie die de heer Visser wil voeren een hele goede is. Alleen hij kan hem met mij niet voeren, want ik heb de kennis niet die hij wel heeft. Dus ik kan ook niet met hem discussiëren over die inhoud. Dus ik heb het alleen over de procedure die wij als Oldenbroek voeren. Maar de discussie die hij wil voeren, ik raad u aan en ik zou zeggen, doe het. Ga naar Den Haag. Ja. Nou. Nee, niet met de zootje wat er nu zit. Sorry, maar goed. Maar op een andere wijze wel. En laat het dan zo zijn, ik weet niet of het opgenomen wordt, maar dat er ook nog lui zijn die dit verhaal erg in zich op hebben genomen. En ik vraag weer, mag ik een kopie ervan? Staat op de website binnenkort, hè? Ja, ja, ja. Ik heb waardering voor het verhaal wat ze allemaal voor hebben bereid. Maar het gaat, naar mijn smaak, de verkeerde kant op. Want het gaat niet over ons voordeel, ons kostenpatroon. Nou, ik zou zeggen, kijk aanstaande vrijdag de 18e op de website. En laat daar uw reactie achter. Reageren doe ik graag, ook op schrift. Okay, doen we. Goed, wethouder Zandbergen staat toch nog even bij me. Hoe is deze avond bij u opgekomen? Is de opkomst groot? Vindt u het geweldig zo? Of zegt u van nou, het had wel iets meer mogen zijn? Als je mij naar mijn persoonlijke mening vraagt, had ik verwacht dat het hier overvol zou zijn. Dus dan kun je je afvragen, leeft het dan niet zo erg? Ik weet het niet. Of zijn ze monddood? Nee, dat is nu juist de bedoeling niet, dat de mensen monddood zijn. We willen juist naar ze luisteren. Ze kunnen informatie krijgen, maar ook reageren. En daar willen wij ook het nodige mee doen. Maar goed, we vangen genoeg reacties op. En ik moet zeggen, voor veel mensen is het toch een moeilijk onderwerp. En ze hebben een aantal vertegenwoordigers. Er zijn ook insprekers geweest in een commissievergadering. En daar voeren wij ook gesprekken mee. Hebben we al gedaan en we hebben op de agenda nog meer gesprekken staan. Dus eigenlijk is deze informatieavond voor heel veel mensen, voor de contactgroepen, zeg maar, Hattem en Broek, niet echt nodig. Want zij hebben de meeste informatie al die u eigenlijk nu geeft deze avond. De contactgroep, als u bedoelt, de contactgroep Hattem en Broek, bedoelt u daarmee? De klankbordgroep Hattem en Broek. Daar is heel goed voor. Die houden zich niet specifiek met windturbines bezig. Maar er is ook een groep mensen uit deze omgeving die zeggen dat ze alle inwoners vertegenwoordigen. En die hebben ook zienswijzen namens inwoners ingediend. En die hebben ook ingesproken op de commissievergadering net voor de zomervakantie. En die mensen zeggen, oké, die zijn ook heel erg op de hoogte. Die weten precies wat er speelt. En daar voeren wij ook gesprekken mee van, hoe pakken we het aan? Pakken we het goed aan? En niet de discussie van, wat doen we? Waar gaan we heen? Maar vooral, hoe doen we het eigenlijk? En gaan we, als we de MER-rapportage uitvoeren, hebben we dan alle onderzoeksvragen op een rijtje staan. Het MER-rapport, is dat nu al in zoverre klaar dat het kan onderzocht worden? Of staat het nog in een beginstadium? Want dat MER-rapport, dat loopt al anderhalf jaar. Nee, kijk, dat MER-rapport moet nog worden opgesteld. Maar wat ze nu gedaan hebben, is die rijkwijde en detailnotitie. Detailniveau-notitie. En daarin heb ik begrepen, staan alle onderzoeksopgaven in vermeld. Daar konden mensen op reageren en dat is ook gedaan. Is ook aangepast op een aantal punten. En daar wordt straks aan gevraagd aan de gemeenteraad. Hebben we nou alles op een rijtje staan en kunnen we nou het onderzoek gaan uitvoeren? En als dat de gemeenteraad ja zegt, gaan we dat doen. En dan hebben we midden volgend jaar daar de uitslag van. En dan weten we ook of het mogelijk is, of dat er misschien toch nadelige effecten optreden voor mens, voor landschap, voor het milieu, waardoor je moet zeggen, nou toch maar niet hier. Maar ik kan me ook zo voorstellen dat er verschillende MER-rapporten in de landen ook al zijn gemaakt en daar kun je misschien ook wel bepaalde zaken uithalen. Nee, want die MER-rapporten moeten altijd op locatie gebeuren. En iedere locatie is verschillend, maar ook de turbines die geplaatst worden zijn verschillend. En daar moet ook rekening mee gehouden worden. Maar ik kan me zo voorstellen dat, als u zegt medio volgend jaar, dat het een leuk verkiezingsprogramma is of een verkiezingsitem is voor volgend jaar, maart. Dat kun je natuurlijk doen, alleen het lastige is dat je dan praat over dingen waarvan je niet weet wat het over gaat.
omdat die MER-rapportage dus pas een uitslag geeft over de gevolgen en de effecten. En ik vind dat je discussie pas kunt voeren als je dat weet. Ja, dat kan me voorstellen, maar... Anders ga je dus nu een standpunt innemen, gewoon ik wil het niet of ik wil het wel. En allebei is niet goed. Nee, je moet eerst onderzoeken van kan het wel. Ja, dat is waar. Daar heeft hij ook weer gelijk in. Maar ik kan me zo voorstellen dat bepaalde partijen, politieke partijen, zeggen van nou, we zijn eigenlijk tegen. Dit geeft ons nog maar eens een keer even een ruggensteuntje van mensen stemmen op ons, want wij zijn tegen. Dus dan kunnen we misschien iets proberen tegen te houden. Dat kun je doen. Ik vind het wel erg makkelijk. Ja. Maar dat betekent eigenlijk dat je zegt van hoe de onderzoeksrapporten ook uitvallen en hoe gunstig het ook zou kunnen zijn, wij zijn toch tegen. In alle gevallen tegen. Of in alle gevallen voor. En beide is niet goed. Ik denk dat je pas kan discussiëren en wat kan zeggen als je weet wat de gevolgen zijn. Mag ik even een heel andere vraag stellen? Want u bent ook een van de mensen geweest die bij Plant Koops de eerste kogel door de kerk heeft gejaagd. Dat staat er nog steeds. Ja, maar we hebben ook gezegd dat ze een aantal weken daar gaan slopen. En we hebben ook alle tijd, want we gaan pas in het voorjaar gaat de bouw beginnen. Dus... Ja, maar dan is het toch wel mooi als het een klein beetje één geheel is, dat het nu mooi vlak is. Ja, nou, we hebben dus geen afspraken gemaakt met de sloper van je moet het binnen zoveel tijd klaar hebben. Ze zijn begonnen. Ik zie dat ze aan de achterkant al veel hebben gedaan. En waarschijnlijk werken ze van achteren naar voren. Ik zou liever van voren naar achteren werken, maar goed. Maar er zal een tijd komen, en die ga ik nog meemaken als ik beleef, in ieder geval voor de verkiezingen, dat het helemaal weg is. Daar houden we u aan. Oké. In ieder geval bedankt voor de informatie. Dank je wel. Bij mij staat een echte Hattemerbroeker, Loek van Loek Beverwijk. En Loek, hoe is deze avond bij je overgekomen? Nou, ik moet zeggen dat de presentaties die ik tot nu toe gezien heb, dat die erg duidelijk zijn. Je kunt ook heel veel terugvinden. De presentaties worden hierna nog een keer gegeven. Je kunt heel veel vragen stellen. En er zijn, je hebt voor- en tegenstanders met zoiets. En dat is in de periode dat ik politiek actief was, was dat ook al zo. Het zal niet anders worden. Maar ik moet zeggen dat deze presentatie er vrij goed uitziet. Het is nu wachten op de milieueffectrapportage. Daar kunnen alle mensen nog weer hun inbreng in hebben. Er zal heel veel in verwoord worden. Ik heb er wel vertrouwen in dat dit tot een goed einde komt. Het zal wel weer een belasting voor Hattemerbroek zijn. Want ze noemen het hier niet voor niks het afvalputje van de gemeente. In verband. Nou, even storen hoor, want het afvalputje, het viel me toch eigenlijk wel mee. Want als ik een plattegrondje zie, dan is het eigenlijk de Zwolse Nezen. Die zullen zich meer zorgen moeten maken, want het staat eigenlijk op Zwolse grondgebied. Nou, het is nog wel gemeente Oldebroek waar dus de molens gepland zijn. Het is wel vrij ver van het dorp af, moet ik zeggen. Persoonlijk heb ik er ook niet zoveel bezwaar tegen, maar je hebt mensen die overal bezwaar tegen maken. Ik vind dit... Wat nu ook de mogelijkheden zijn voor de bewoners van Hattemerbroek om daar financieel gewin uit te halen. Want iedereen zal ervan mee profiteren in de energiekosten. Dat vind ik wel een positieve insteek. Aan de andere kant, ja, we moeten even afwachten wat de milieueffectrapportages zijn en wat verder de bezwaren zullen zijn. Heb je nou vanavond ook nog dingen gehoord die je echt helemaal niet wist? Nee, eigenlijk niet. Ik heb het eerste plan heb ik nog gezien toen ik in de raad zat. Dat waren, dacht ik, 13 of 14 molens, kleintjes, hè, die helemaal langs de A50 of de N50 en de A28 en met een bochtje in de bocht van Hattem gelokaliseerd waren. Dat was veel te veel en dat kwam te pompeus over. Dat is al vrij snel is dat in de afvalemmer verdwenen. Toen is er een nieuw plan ontwikkeld met 7 molens langs de N50 in een bocht langs het Klaverblad. 4 van Oldebroek en 3 van Hattem. Hattem heeft daarop tegengestemd. Oldebroek is daar toen wel in meegegaan. De Raad van State waar het uiteindelijk bij terechtgekomen is, die wil nu in deze nieuwe milieueffectrapportage ook die bocht waar Hattem ze gepland had meenemen. Dat is ook een eis, dat zullen ze ook moeten. Dat gebeurt ook. Dus wat er in de toekomst dan nog verder ontwikkeld zal worden, weet ik niet. Maar ik heb er wel vertrouwen in dat dit een degelijk plan gaat worden met een goed onderbouwde milieueffectrapportage. Ja. Ik kan me wel voorstellen dat je alles wel goed vindt en alles wel goed zit. Maar als je dus in feite Hattem zegt, ik ben tegen... De plaats Hattem. Kampen zegt, we haken af. Althans, de provincie Overijssel die haakt af. Dan denk ik van, eigenlijk staat Oldebroek alleen. En de provincie Gelderland moet zometeen ingrijpen bij Hattem om toch nog een aantal windmolens neer te zetten. Hoe goed is dat voor de bevolking dan?
Nou, ik neem aan dat, en dat is ook wel duidelijk geworden bij het verhaal van de provincie, dat als hier niet wat gerealiseerd wordt, want dit is een locatiekeuze van de provincie die als zeer geschikt is aangewezen. Als de ontwikkelingen stopgezet worden en zeggen van we willen het hier gewoon helemaal niet, dan zal de provincie het denk ik dwingend op gaan leggen. Dus ik vermoed dat je er in de toekomst niet aan ontkomt. En ik denk dat ook Overijssel en ook Hattem er niet aan zal ontkomen dat de provincie het dan daadwerkelijk gaat aanwijzen. Dat is ook een slechte zaak. Maar als ik nou bijvoorbeeld zie dat Hattem en Broek, nou storm loopt het niet op de eerste avond. De tweede sessie is begonnen, maar ik hoor ze nog niet echt duidelijk beginnen. Dus ik vraag me af of er toch veel mensen in de zaal zitten. Dan denk ik van, ja, leeft het nou wel of leeft het nou niet in Hattem? En leeft het dan wel of niet in Hattem? Nou, het leeft heel erg in Hattem, dat weet ik. Ik heb in het verleden, toen ik in de raad zat, ook al die bezwaarschriften en die handtekeningacties heb ik bekeken met adressen erbij waar ze wegkwamen. Dat is voor 80% waren dat bezwaren uit Hattem en niet uit Hattemerbroek. Hattemerbroek is wel gewend aan het nodige. We hebben hier al genoeg voor ons kiezen gehad. Wij tillen er niet zo zwaar meer aan. Maar Hattem heel erg. En ik heb adressen gezien die zo ver achter in Hattem wonen, die handtekeningenacties getekend hebben. Nou, als ze echt op het dak van hun huis waren gestaan, hadden ze de molens nog nooit kunnen zien staan. Dan denk ik dat is ook suggestief om zo'n enquête te houden en die handtekening in te brengen in de bezwaren. Nou zeg je van, in Hattem en Broek hebben we al veel meegemaakt. Betekent dan dat Hattem en Broek dan een klein beetje monddood is? Dat ze het eigenlijk gelaten over zich heen laten komen? Hoe moet ik me dat nou eigenlijk een klein beetje voorstellen als buiten Hattem en Broeken zijnde? Nee, Hattem en Broekers die hebben wel duidelijke mening en die zijn ook hier wel verdeeld. De een is voor, de andere is tegen. Maar we zijn wel nuchter. We zeggen wel van, nou het is helemaal aan de andere kant van de A28. Het is ver van ons bedshow. We tillen de minder zwaar aan. Je hebt een aantal milieuactivisten in Hattem die zich heel sterk maakt tegen. Ja, dat is Hattem weer hè. En die mensen heb ik vanavond ook aangesproken dat ik ze dus heel actief vind in het verzamelen van tegenstanders. Ik zeg maar op het moment dat er dus kolken hier aan de Middeldijk en aan de Oosterse dijk zijn waar vervuilde grond in gestort wordt, wat ook een milieudelict is, dan hoor je ze niet en zie je ze niet. Dan denk ik, ja, voor welk milieu kiezen ze dan? Ja, dat ga ik ze niet vragen. Maar goed, je bent zelf tevreden. Je hebt het verkooppraatje ook gezien, dat je mag insteken op de molens zelf. Nou, ik wacht het gewoon af. Ik wil de milieueffectrapportage wil ik eerst goed doorlezen. Want het zal ongetwijfeld effecten hebben. En als mij dat persoonlijk zou raken, dan weet ik nog niet wat mijn standpunt zou zijn. Maar dat is natuurlijk een politiek antwoord. Je moet nooit je kruid verschieten als het nog niet droog is. Denk je dat het verkiezen item zal worden? Het zou kunnen. Het zou kunnen. Denk je dat de politieke partijen die dus tegen zijn, daar hun gewin mee zouden kunnen halen voor de stemmen? Dan denk ik niet in de gemeente Oldebroek. En dan Hattemerbroek? Dan zal het 50-50 zijn, denk ik. We gaan het opslaan en we gaan het meemaken. In ieder geval, Luc, bedankt voor je informatie. Graag gedaan. Bij mij staat Mark Groen. Mark, we staan hier bij een tekening. Ik hoop niet dat ik in beeld sta. Kun je precies even aanwijzen waar de molens, als ze er komen, gepland staan? Ja, als ze er komen, dan zouden ze in deze rode balk ergens komen te staan. Zodanig verdeeld dat ze elkaar niet beïnvloeden in ieder geval. Dan is het even voor de duidelijkheid, dan heb je hier de kolk. Dan heb je hier de windmolens. Dan ligt er toch nog een aardig stukje van Hattem en Broek af. Ja, dat klopt. Er ligt nog een aardig stukje van Hattem en Broek af. Ja. Moet je dan wel in Hattem en Broek zijn of zou je dan meer in Zalk moeten zijn voor het probleem? Dat zou ik me ook voor kunnen stellen, maar Zalk is net wel een andere provincie, dus het maakt het net wat lastiger. Dit is natuurlijk ook de provincie Gelderland die hier ook is. Maar dat is inderdaad ook een issue lijkt mij. Ja. Ja. De provincie of de plaats Hattem. Waar zou die molens dan moeten komen, als Hattem mee zou moeten doen van de provincie? Dan zouden de molens hier eventueel nog bij kunnen komen. Zo rond de nieuwe spoorlijn die daar ook al ligt. Dat ziet u niet op dit kaartje, maar die ligt er wel. Ja. Dus dat is eigenlijk in de ronding van de Klaverblad, zeg maar. Ja, klopt. Een ronding van de A50 en de A28. Ook daar heeft bijna niemand last van, behalve mensen, de inwoners van de Zuiderzeestraatweg, denk ik dan.
Dat zou kunnen, maar ik denk ook dat dat een van de onderzoeksopgaven is die hier zo meteen spelen. Waar we in de milieueffectrapportage ook nader op in zullen gaan. Ja. Goed, ik weet genoeg. We hebben het plaatje even kunnen zien. Dus dan weten de inwoners van Hattemerbroek waar het allemaal in de planning staat. In ieder geval bedankt en succes straks bij de presentatie. Dank u wel. We zijn aan het einde van deze presentatie gekomen. Morgenavond, 17 oktober, donderdagavond, is er nog een tweede presentatie. U bent van harte welkom om 7 uur in de bouwakker. 7:15 willen ze graag beginnen. Dus als u er wilt zijn, u bent van harte welkom. Dan kunt u de presentatie van A tot Z helemaal volgen.